extra video deze week. Ik heb weer een video in samenwerking met Ethos, zoals ik elke maand doe, één keer in de maand. Dit is de op één na laatste video die ik met hun ga doen. Hierna komt er nog één video en dan is de samenwerking afgelopen. Dus geniet nog van de laatste twee video's samen met hun. Deze maand was de opdracht om een make-up look te maken binnen 3 minuten. Het zijn nou de zoek je look weken bij de Ethos. Tenminste, als het goed is, is dat nog. Want ik ben echt heel laat met deze video. En er zijn 4 looks waaruit wij mochten kiezen. Je had de bloemige look, de pastel party look, de beestachtige look en de eye candy look. Ik ga vandaag voor de bloemige look, omdat die mij het meest makkelijk leek om te doen binnen 3 minuten. Want 3 minuten is niet veel tijd om je helemaal op te maken. En ik ga natuurlijk alleen maar make-up producten gebruiken die te koop zijn bij de Ethos. Niet alleen maar van het Ethos huismerk, maar echt gewoon allerlei soorten make-up merken die gewoon te koop zijn bij de Ethos. En het is natuurlijk allemaal ook weer heel betaalbaar. De challenge dat je je opmaakt binnen 3 minuten, 5 minuten, 10 minuten bestaat al heel lang. Al heel veel mensen hebben zo'n video gemaakt. Ik weet dat ik er een tijd geleden ook over na had gedacht om een 5 minuten make-up challenge te gaan doen. Alleen vond ik 5 minuten wel echt super kort, maar nu heb ik 3 minuten. Dus dat is nog korter. Dus ik ben echt super benieuwd wat ik ervan kan gaan maken. Ik heb mijn wenkbrauwen al gedaan en nee mensen, ik cheat niet. Maar ik zal uitleggen waarom. Mijn wenkbrauwen doen kost me al 5 minuten. En ik heb maar 3 minuten voor heel deze challenge. Dus als ik mijn wenkbrauwen zou moeten gaan doen, dan zou dit gewoon een wenkbrauw tutorial zijn. En dat is niet echt de bedoeling van de challenge, neem ik aan. Dus ja, ik ben echt super benieuwd wat ik ervan ga maken. En ja, we will see. Dit zal vast geen hele lange video worden, obvious. Dus vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we gewoon snel beginnen. Oké, als je meerdere video's hebt gezien van mij, weet je dat ik altijd heel veel make-up producten gebruik voor mijn hele volledige make-up looks. Nou, omdat ik maar 3 minuten heb, heb ik gewoon de meeste essentiële producten gepakt. Ik ga ook even eerst vertellen wat ik ga gebruiken, want ik heb geen tijd in 3 minuten om ook nog uit te gaan leggen wat ik gebruik. Dus, ik ga mijn gezicht niet primen, dat ga ik overslaan, want dat is onnodig extra tijd. Als foundation gebruik ik mijn Essence hashtag InstaPerfect foundation. Ik heb hem in de kleur 60 Crazy Caramel. Een hele fijne foundation vind ik dit. En hij heeft niet super veel dekking. Dus ik kan het gewoon snel aanbrengen zonder dat het echt opvalt dat het misschien niet goed is ingeblend. Daarna ga ik concealer doen. Ik heb de Maybelline Fit Me in de kleur 20. Dan ga ik mijn gezicht poederen met de L'Oreal True Match poeder. Deze heb ik in de kleur 3D/3W Golden Beige. Die doe ik dan onder mijn ogen en over mijn hele gezicht. Dan ga ik de bloemige ooglook proberen te maken met de Maybelline Lemonade Craze paletje. Ik ga mijn gezicht bronzen met de Ethos Bronzing Powder Sunkist. Dit is een hele mooie warme bronzer. Als blush gebruik ik mijn Rimmel London Maxi Blush in de kleur 004 Sweet Cheeks. Een oranje-achtige blush. Als highlighter gebruik ik mijn Maybelline Master Chrome Highlighter. Even kijken, ik heb die in de kleur 100 Molten Gold. Oh, en als mascara heb ik de Essence You Better Work Waterproof Mascara. Vind ik een hele fijne mascara, was ik even vergeten te vertellen. En als lipstick heb ik hier een LOV lipstick. Dit is in de kleur Selma's Courage. Dit is een beetje een bruine-achtige kleur. Nou, dit zijn de producten die ik heb gekozen. Het enige waar ik een beetje mee zit is nep wimpers. Ik heb altijd nep wimpers, want ik heb geen mooie echte wimpers. Mijn wimpers zijn super kort en gewoon niet te zien. Maar ja, ik denk niet dat ik tijd ga hebben om nep wimpers op te doen. Dus ja, mocht ik nou tijd over hebben, dan ga ik het wel alsnog doen. Oké mensen, ik ben helemaal zenuwachtig. Wacht, ik ga mijn oorbellen uitdoen. Want die gaan allemaal weer in de weg zitten. Ik heb mijn beauty blender al nat gemaakt. Ik heb hem niet schoongemaakt, dus don't judge me. Oké, ik ga beginnen. Ik ga even mijn stopwatch aandoen op 3 minuten. Ik weet niet waarom, maar ik ben helemaal zenuwachtig. Ik ga ook mijn haren echt vastdoen, zodat ze niet de hele tijd in mijn gezicht komen. Mensen, er mag niks misgaan, ja? Wacht, even mijn foundation alvast schudden. Scheelt ook weer tijd. Oké, mensen, ik was al net begonnen, maar ik was nog niet heel ver. Maar toen kwam ik erachter dat ik de klok op 3 uur had gezet in plaats van 3 minuten. Ik had alleen nog maar foundation op, dus die heb ik er weer snel afgehaald. Dus ik begin even snel opnieuw. En nu wel 3 minuten, oké. Oké, 3 minuten. 1, 2, 3. Oké, nu. Foundation. Snel. Misschien had ik helemaal geen foundation moeten doen. Gewoon alleen concealer of zo. Maar ja, whatever. Is nou al te laat. Ik wil het wel proberen echt goed te doen nog. Dus ja.
Oh, wat een paniek. Oké, concealer Maybelline Fit Me doe ik een beetje onder mijn ogen. Normaal doe ik het ook op mijn kin en mijn voorhoofd en mijn neus. Maar Ain't Nobody Got Time om dat nu te doen. Dus ik doe hem vandaag alleen maar onder mijn ogen. Uitblenden. Oké, dan poeder. Ik breng eerst even onder mijn ogen aan om de concealer te zetten, anders gaat hij helemaal creasen. En dan de grote kwast voor mijn hele gezicht. Oh mijn god, er is al gewoon, ik ben al gewoon op de helft. Wat een paniek mensen, hoe doen mensen dit? Oké, dan het oogschaduwpaletje. Snel, 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 snel. Hij wil niet opengaan. Hij wil niet opengaan, oké. Pak die oranje kleur, Coral Punch. Doe ik een beetje in mijn arcadeboog. Zo. Lekker snel. Dan pak ik die lichte kleur. Main Squeeze is een lichte glanzende kleur. Die doe ik op mijn ogen, op mijn ooglid. Nog een minuut jongens. Oké. Mascara. Essence Waterproof Mascara. Oké, dit kan ik niet heel snel doen. Mensen, wat een stress is dit. Oké, Ethos bronzer, kom op. We gaan mijn gezicht een beetje bronzen. Ik wil wel op zijn minst alle make-up op kunnen doen. Dus ja. Oh, nog 30 seconden. Oh my god. Oké, blush. Blush. Open, open, open. 20 seconden. Highlighter. 10 seconden. Nee, ik ga de lipstick doen. Ik heb nog maar 8 seconden. Nou, het enige wat ik niet heb kunnen doen is highlighter helaas. Voor de rest heb ik alles gedaan. Nou, mensen, wat vinden we van de look? Is het mooi of is het mooi? Ik vind op zich dat ik het best goed heb gedaan. Eigenlijk. Ik vind het niet eens heel slecht eruit zien. Oh, ik heb hier een beetje een rood plekje. Want ja, ik kon niet genoeg foundation opdoen om die te bedekken. Ik vind op zich dat hij best wel op die look lijkt. Of niet? Of denk ik dan maar. Nou, als ik mij dus in 3 minuten zou opmaken, zou dit dus eruit zien. Ik moet wel zeggen, als dit niet in samenwerking was met Ethos en ik gewoon dit helemaal deed uit eigen initiatief, dan had ik geen oogschaduw gedaan. Want dat kost onnodig tijd. Dan had ik nog hier een highlightertje kunnen doen ofzo. Nou, ik zal laten zien hoe het eruit had kunnen zien met highlighter. Als ik die nog snel had kunnen doen. Maar ja, het was of highlighter of lippen. Ik moet zeggen dat ik deze highlighter nooit zo mooi vond. En ik hem daarom ook niet echt gebruik. Maar nou ik hem opdoe, vind ik hem eigenlijk best wel mooi. Waarom vond ik hem niet mooi dan? Nou, ik moet zeggen dat dit het wel echt iets beter maakt. Nou, dit was het dan. Huh? Nou, wat was dit stressvol. Oh my god. Ik moet zeggen dat 3 minuten wel echt heel weinig is. Ik denk dat als je 5 minuten had gehad, dat nog enigszins genoeg tijd is om een beetje een mooi lookje te maken. Dan had ik ook highlighter kunnen doen en ietsje langer kunnen doen over lippen en dat soort dingen. 3 minuten is wel echt heel snel, maar op zich lukt het wel. Het is op zich een oké look, vind ik. Het was echt super stressvol, maar ik ben blij dat het gewoon is gelukt. Enigszins. Laat me weten wat jullie ervan vonden. Zijn er mensen die zich echt oprecht kunnen opmaken in 3 minuten? Let me know. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier mijn gezicht om te kunnen abonneren. En ik plaats 2 video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. En die komt gewoon zondag om 1 uur. Doeg!